Kinderen in het park zijn door het dolle heen. Zoiets zie je niet elke dag. Vanochtend vroeg ontdekten ze de kreeftjes. Ze kwamen van het meer. Ze kwamen uit het meer. Ja. Ik kwam zo met een paar vrienden, ik kwam zo op het gras en toen zagen we een paar kreeften. En toen zijn we emmers gaan halen en zijn we toen begonnen met kreeften te vangen. Ja. Jullie waren niet bang? Nee. Na het begin was ik wel een klein beetje. Ja, vond ik het wel vies, maar toen had ik het wel gedaan. Omdat het veel heeft geregend, staat het water in de vijver hoog. Hierdoor konden de rode kreeftjes makkelijk uit het water klimmen en dat deden ze dan ook massaal. Omstanders helpen de beestjes, maar soms van de wal in de sloot. Sommige zetten ze ook op de barbecue, hebben we ook gevangen. Vind ik wel sneu. Ja, maar twee jongens hebben ze als huisdier gebruikt. Ja, dat is een grappig. Nee, die hebben ze in de tuin gezet. Maar jullie weer netjes terug in de natuur, in de vijver. Ja, daar wonen ze ook. Heel leuk. Overigens is de rode Amerikaanse rivierkreeft geen dier dat hier vandaan komt. Volgens biologen is het een plaag, omdat hij alles opvreet wat hij tegenkomt. Sinds een paar jaar duikt de kreeft op in Breda. En omdat ze met zoveel zijn, lijkt het erop dat de Amerikaanse gasten niet van plan zijn te vertrekken.